We moeten trachten deur te dringen in de kern van het hoorspel, in het wezen ervan. En daardoor moeten wij ons eerst afvragen waar het hoorspel nu eigenlijk zijn gestalte krijgt. En dat is doorslaggevend voor ieder die bij het hoorspel is betrokken, van de schrijver via spelers, technici, regisseur tot de luisteraar toe. Waar is het hoorspel als hoorspel aanwezig? In de studio bij de spelers? Nee. Ga naast hen staan en u hoort slechts een gespeelde tekst die door de technische apparatuur in de luidspreker heel andere dimensies krijgt. De speler zelf is dan ook dikwijls verrast door het effect waarvan hij zelf onkundig was. Ruimteakoestiek, geluidseffecten, muziek, ja zelfs de stilte zijn allemaal elementen die mede aan het hoorspel gestalte geven. Existeert het hoorspel dan in de luidspreker? Nee. Dat is slechts een instrument dat elektrische trillingen omzet in geluidstrillingen. Maar waar dan? In de fantasie van de individuele luisteraar, van de enkeling. Dus ook van de regisseur, de technicus. Aan die fantasie worden ingrediënten toegespeeld die zij zelf moeten uitwerken tot een fantasiebeeld. En dat nu is het wezen van het hoorspel, het bespelen van de fantasie. De handeling speelt zich niet voor de luisteraar af, maar in hem. En hierop steunen dan ook weer de argumenten die tegen het stereofonische spel kunnen worden aangevoerd, omdat stereofonie, om precies te zijn de plaatsbepalende stereofonie, het spel weer uit de luisteraar haalt en voor hem neerzet. Een hoorspel kan alleen tot stand komen via de radiotechnische apparatuur, en dat is dus heel iets anders dan bijvoorbeeld een radioconcert dat wordt uitgezonden. Het concert is in de concertstudio volledig aanwezig. De radio draagt het aanwezige alleen maar over. Het hoorspel bestaat niet in de hoorspelstudio. Het kan alleen maar via de apparatuur gerealiseerd worden. We hebben dus te maken met een specifiek hoorspel, en dus ook met een heel eigen kunstvorm. Als de bedoelingen van de schrijver niet op een andere manier, film, toneel, televisie, te realiseren zijn. Een duidelijk voorbeeld is naar onze mening bijvoorbeeld het hoorspel De wonderlijkste liefdesgeschiedenis van de wereld van Peter Hirtje. Een eenzame man en een eenzame vrouw verbeelden zich ieder dat er ergens op de wereld een partner voor hen moet zijn. Daarmee voeren zij voortdurend in gedachten een merkwaardige dialoog. In het fragment dat u nu te horen krijgt zit de man op zijn kamer en de vrouw in de bioscoop. Wat ik weten mag, dat de zon juist ondergaat. Bij jou ook? Ik weet het niet. Ik zit in de bioscoop en daar is het donker. Die film is zeker langdradig. Hij is juist heel goed. Een liefdesgeschiedenis. De grote liefde waarvan wij altijd alleen maar mogen dromen. En was dat aanleiding voor jou om van mij te dromen? Mag ik dat niet? Niemand kan het je verbieden. Ik hou me al stil. Weet je,
Het is een Franse film. En de held is een goed mens. Niet bepaald knap. En toch houdt ze van hem. Een wonder. Vrouwen zijn toch helemaal niet zo... zo op uiterlijkheden. Zou jij van een man kunnen houden met afstaande oren? Heb jij die? Nee, dat niet. Maar... ik weet zeker dat het me niet zou kunnen schelen. Als ik zoveel waarde hecht aan een knap uiterlijk... dan zou ik bij Michael blijven. Michael? Een vriend van me. Met wie ben jij in de bioscoop? Jaloers? Dit is wel helemaal radio. Wij kunnen ons moeilijk een ander middel voorstellen om aan dit spel gestalte te geven. Deze schrijf- en speeltrant vindt zijn vroeg voorloper eigenlijk al in 1929 bij het hoorspel Zuster Henriette. En hoe ver staat het niet af van een voor de microfoon gebracht toneelstuk, zoals dat in de eerste jaren gebeurde, ook al werd dat later dan aan het medium radio aangepast of helemaal omgewerkt. Men vraagt zich in dat geval dan echter wel af wat er van het oorspronkelijke toneelstuk overblijft. De tekst moet veranderd worden, de situaties verduidelijkt, het onzichtbare zichtbaar gemaakt worden, de spreektrant en de speeltrant totaal worden gewijzigd. De scenario-schrijvers voor de film hadden betere kansen. En in grote getalen scheiden ze zich onder de hoorspelschrijvers van de jaren 32 tot 36. En zo begon het hoorspel op te groeien tussen toneel, film en literatuur, die alle hun invloed op het hoorspel van die dagen deden gelden. Langzaam en eigenlijk pas na de oorlog begon de literaire invloed de overhand te krijgen. Het is een voortdurend zoeken naar de wezenlijke hoorspelvormen. Vormen die de fantasie, de geest van de luisteraar activeren, die zijn gedachtenvoorstelling stimuleren, bespelen door de indringende kracht van het woord dat niet meer loslaat. Zoals bijvoorbeeld in het hoorspel van Wolfgang Weyrauch, De Japanse Vissers. Vergeet de vissers die het slachtoffer werden van de straling bij het proeven met de atoombom. Met ons is het uit. Het atoom heeft ons blind gemaakt. Het atoom heeft ons doof gemaakt. Maar stom gemaakt heeft het ons niet. We spreken over de arme vissers van een arm dorp. We spreken over de armste vissers ter aarde. Sst, niet zo luid. Ik fluister toch. Hij kon net zo goed schreeuwen. Niemand zou hem immers horen. Er komt niemand bij ons. Alle mensen lopen in een boog om ons dorp heen. Ze zijn bang voor ons. Ze denken dat we melaats zijn. Zijn we dat dan niet? Ja, we zijn het. De commissie vertrouwt ons niet. We moeten ons melden. Elke week. We worden onderzocht. De dokters vinden niets. Maar wij weten wel beter. De worm zit in ons. Onze worm is een lintenworm. De dokters hebben zijn kop niet gevonden. Wij sterven terwijl wij leven. Ik wil niet sterven. Jou wordt niets gevraagd. Alles zal zijn zoals toen. Wij vrouwen, we gaan mee. We zijn niet bang voor het vuur. Als onze mannen branden, willen wij ook branden. Wie samen geleefd hebben, sterven ook samen. Destijds vroeg mijn kind... moeder, waar komt de rode zee vandaan? Moeder, hoe komt het dat die rode zee in de lucht is? Moeder, wat is er nu waar anders de zee altijd was? Moeder, hoe komt het dat de zee rood is? Een paar dagen later kon ik mijn kind begraven. Ik kon mijn kind niet begraven. Waarom niet? Het was er niet meer. Waar was het dan? Stel niet zulke domme vragen. Weg was het. Lucht was het. Daarna begon ik de kinderen van andere vrouwen uit hun wiegjes te stelen. Ik weet het, ik weet het. Ik wilde terug hebben wat ik verloren had. Ik meende dat ik onrechtvaardig behandeld was. We zijn allemaal onrechtvaardig behandeld. Nu stel je geen kleine kinderen meer. Maar niet omdat ik beter geworden ben. Ik ben alleen ouder geworden. Ik ben ook ouder. Ik ben ouder dan ik in jaren ben. Het atoom heeft me zo oud gemaakt. Toen het op de aarde viel, was ik juist zwanger. Ik had een miskraam. Mijn arme kind. Je arme kind. Mijn arme kindje. Het zag eruit als een aapje. Ik had er al een naam voor. Een mooie naam. Hoe zou het geheten hebben? Dat zeg ik je niet. Dat zeg ik niemand. Zijn naam is mijn geheim. Ook mijn man is nooit te weten gekomen hoe mijn kind heten zou. Je arme kindje. Mijn zuster had net een kindje gekregen. Toen ze het de borst wilde geven, duwde het kind met zijn tong de tepel uit zijn mond. Al had het honger als een wolf. Het was bang voor de melk, voor de wolfsmelk. De melk was vast en zeker vergiftig. Mijn zuster stierf spoedig daarna. Haar kind stierf ook. Misschien was het wel beter zo.
Wie weet wat er van het kind geworden zou zijn. Een wolf of een draak? Een groene draak. In dit aangrijpende hoorspel hebben wij een prachtig voorbeeld van vertellersteksten die nauwelijks meer herinneren aan de verteller van vroeger. En dat is geen geringe opgave. Het behoeft dus geen verwondering te wekken dat er in het begin een groot gebrek aan hoorspelschrijvers bestond. Men moest wel grijpen naar toneelstukken die op al dan niet gelukkige wijze werden aangepast. In Nederland moesten de pioniers dikwijls hun eigen teksten schrijven of spaarzaam uit het buitenland overgewaaide teksten vertalen. En als we nu eens willen resumeren wat voor stukken de Nederlandse luisteraars toch met toenemende grote belangstelling hebben gevolgd, dan levert een globale inventarisatie uit het geheugen het volgende op. Het is u bekend dat men op het ogenblik thuis blijft voor de voorzijdzager. Nou, toen bleef men thuis voor seriehoorspelen, want wij gaven seriehoorspelen. En ik herinner me wel, een van de grootste successen was van een Amerikaanse hoorspelauteur die in Amerika de mogelijkheden van het hoorspel hadden ontdekt. En zo heb ik twee hoorspelseries gekocht van een auteur, een journalist, Kenneth Ellis. En die heeft geschreven, even denken, Vivienne Weir, W-A-R-E, Vivienne Weir. Dat was de moordzaak tegen Vivienne Weir. En natuurlijk was het mens, zoals op het slot bleek, onschuldig, maar het was een boeiende geschiedenis die in 6 of 7 taferelen zich afwikkelde en die dan elke dinsdagavond gegeven werd. Wel ruim een uur duurde. En waarvoor de mensen thuis bleven en woordvergaderingen werden verzet. Tot zover Willem Vocht. Van Capella voegde van zijn kant aan toe. Ik heb toen een serie gegeven van De Ellendigen van Victor Hugo. Ik meen in 12 afdelingen. En daar werd toen ook veel naar geluisterd. Dus daar was ook wel belangstelling voor. Dat is voor mij toen ook nog wel aanleiding geweest om zelf korte series te gaan schrijven van 10, 12, 14 schetsen. Bijvoorbeeld voor de kantonrechter. Dan ging ik hier naar het kantonrecht om te horen wat voor straffen er voor bepaalde feiten werden uitgedeeld. En dan schreef ik daarna een tekst van een kwartier. Dan heb ik zo'n 12, 14, zo'n hele serie geschreven. En daarna onder de titel Het moet je maar gebeuren, zo'n serie van een 12, 14 stuks. En die soort dingen, dat is dus, dat heb ik gedaan naar aanleiding van het feit dat mij toen bleek dat die series ook wel belangstelling bij de mensen hadden. Maar ik ben me toch altijd wel bewust geweest dat voor de radio iets nooit te lang mag duren. Kommer Klein somt op. Ik ben begonnen met een historische lijn wat het toneel betreft. Hè? En ben begonnen met Lancelot en de Sandrine, Alcalic, Koop om Venetië, Romeo en Julia Shakespeare, Tartuffe, Molière, een Ibsenstuk, Nora met Els de Maus, en geëindigd met De Heks van Haarlem van Frederik van Ede. En daartussendoor ook nog Egmond van Goethe met de muziek van Beethoven. Nou ja, in het geheel een stuk of 12, 14 stukken. Daarna heb ik verschillende schrijvers uitgenodigd om korte hoorspelen te schrijven. En dat is, die serie die noemde ik Bloemen uit de eigen tuin. En dat was dan, die erg veel voor me geschreven heeft in het begin, dat was Cor Hermes, Ben van IJsselstein, Luc Willink, Willy Cossari, Henriette van Eyck, Broedelet. Zo'n stuk of 6, 7 stukjes waren dat. En wie een zeer groot gevoel voor het hoorspel had, en dat was in 1932 of 33, dat was professor P.H. van Moerkerken. En die heeft voor ons een serie geschreven, Toppen van het Verleden. S. de Vries herinnert zich. Het merkwaardigste geval dat ik in mijn carrière op het gebied van schrijven van hoorspelen had, dat was Toon Lemsink. Het spel heette De Wereld is een Draaitoneel. Dat is bij ons wel 5 of 6 keer gegaan, dat is in België gegaan, dat is overal gegaan. Dat was een voortreffelijk hoorspel. Marie van Lochem heeft ook meegewerkt aan de allereerste series. Ik herinner me nog dat Meijer Sluizer, dus tegen mij zei,
Ik vind dat fantastisch, Etty. Ik kan niet voor blinden schrijven. Nederlandse schrijvers zijn er altijd maar weinig geweest. En het is nu nog zo. S. de Vries motiveert het als volgt. Nederlandse literatoren. De geëikte literatoren. Kunnen geen dialoog schrijven. Die schrijven een dialoog die je als je hem leest wel natuurlijk lijkt en echt. Maar die onuitsprekelijk is. Een grote fout hier ook in Nederland is. En was. En is door alle tijden geweest. Het gebrek aan een story. Ook in de huidige tijd. Een Engelse uitgever heeft dus tegen me gezegd. Ja, de Nederlandse auteurs die kunnen wel goede boeken schrijven. Maar ze hebben geen story. En Kommer Klein diept het nog wat uit en zegt. De Nederlandse schrijvers, nou dat er maar heel weinig zijn die zelfstandig in staat zijn om een hoorspel te schrijven. Maar de Nederlandse schrijvers kunnen wel, bewerkingen maken naar bestaande romans. En ik geloof dat het daaruit voorkomt dat wij eigenlijk een natie zijn die weinig dramatische schrijvers hebben. Dat ligt misschien in het karakter van het Nederlandse volk. Ik bedoel, elke generatie levert eigenlijk 1 of 2 werkelijke toneelschrijvers op. Laten we zeggen, we hebben Heijmans gehad. En mevrouw Simons Mees in hetzelfde tijdperk ongeveer. Jan de Hartog heeft een paar goede spelen geschreven. Maar... het is zo beperkt, hè? We hebben prachtige romanschrijvers. We hebben prachtige dichters. Hè? We hebben met elk land de concurrentie als het ware op kunnen nemen. Maar dramatische schrijvers, zoals Duitsland, zoals Scandinavische landen ze hebben gehad en hebben. En Duitsland en Frankrijk en Engeland ze hebben. Die hebben wij niet en we hebben ze nooit gehad. Dus ik geloof eigenlijk dat het de volksaard is. Dat Nederlandse schrijvers zeggen wel, ja, wij worden nooit gespeeld. En als we niet gespeeld worden, dan leren we er zelf ook niet van. Maar ik geloof dat het is dat het meer in onze, in de aard ligt, artistieke aard ligt van de Nederlandse schrijfkunstenaar, dus van de literator, om gedichten te schrijven, om verhalen te schrijven, om romans te schrijven, maar niet om dramatisch werk te leveren, wat natuurlijk ook nodig is voor het hoorspel. Ik geloof dat het een tekort is in... in de artistieke ontwikkeling van de Nederlandse auteur. En ik geloof dat het in de volksaard ligt. Daar moeten we dan nu nog wel aan toevoegen dat de jongere generatie wat meer hoopgevende aspecten te zien geeft. De Tweede Wereldoorlog heeft aan het hoorspel in Duitsland en de bezette gebieden een einde gemaakt. Feitelijk is het hoorspel in Duitsland na de machtsovername door het fascisme al te gronde gegaan. Zodra immers de dichter niet meer vrij is, maar zich moet houden aan bepaalde directieven, is er van een werkelijke kunstbeoefening geen sprake meer. En zeker niet toen het hoorspel in dienst werd gesteld van de propaganda. Of zoals de BBC-man Sieveking zegt, kunst is kunst en propaganda is propaganda, meng ze dooreen, er ontstaat een bastaardproduct. Naarmate de Duitsers meer gebieden bezetten, stierf het hoorspel ook in die landen uit. Daarentegen had er in Engeland een omwenteling plaats. Wat gebeurde dan namelijk? Door de totale oorlog, de bombardementen op Londen, vielen alle mogelijke ontspanningsgelegenheden weg. Men kon niet meer uitgaan, naar schouwburg, film of wat dan ook. Men was aan huis gebonden op lange donkere avonden. Daarnaast werd het gebruik van studio's en apparatuur tot het uiterste beperkt. De kring van luisteraars groeide, door de omstandigheden min of meer gedwongen. Men ontdekte eigenlijk de radio in veel gevallen pas. En van de andere kant zagen de hoorspelmensen zich door het wegvallen van veel dingen die de uitvoering van hoorspeltechnische uitwassen hadden gestimuleerd, dermate beknot in hun armslag dat ze zich moesten bezinnen op de vraag wat is er wezenlijk nodig voor het hoorspel. En deze bezinning heeft wonderen verricht. Het spel met en het uitbuiten van de techniek, het technisch perfectionisme, moest wijken voor de essentie van het hoorspel, het woord. En daarmee begon in Engeland een ontwikkeling die in andere landen al eerder had ingezet, maar nu tot stilstand was gedoemd. In 1 studioruimte werd met een minimum aan technische noodapparatuur gedokterd aan het echte hoorspel, daarbij gesteund door de groeiende schaar van geïnteresseerde luisteraars. Dit nieuwe inzicht heeft een snelle opbloei voor het hoorspel ten gevolge gehad, waarmee Engeland, Duitsland al voorbijgestreefd was, toen daar in 1947 met Borchert's Draußen vor der Tür het eerste teken voor een artistieke ontmoeting met de literaire mogelijkheden van het hoorspel viel waar te nemen. Toch is het, zoals gezegd, helemaal niet zo verwonderlijk dat geluid aanvankelijk zo'n grote plaats innam.
We kunnen nu wel misschien een beetje neerzien op die exploitatie van het geluid, maar we mogen niet vergeten dat men toen, 40, 45 jaar geleden, nog niet wist wat men van met radio kon doen en welke mogelijkheden er voor het hoorspel open lagen. Het moest allemaal proefondervindelijk gebeuren. En er werd geluisterd. En hoe? En het is ook niet waarschijnlijk dat door protesten van luisteraars tegen het uitbundig gebruik van het geluid het hoorspel gedwongen werd andere wegen in te slaan. Het omgekeerde is eerder waar, dat de hoorspelmakers hun luisterend publiek gaandeweg hebben moeten voorgaan, vertrouwd maken met nieuwe vormen, nieuwe uitdrukkingsmiddelen, nieuwe stijlen, tot in de absurdistische hoorspelen van heden toe. Dat is trouwens altijd zo geweest bij alle vormen van kunst, denk maar aan de schilderkunst. Dat geluid nu vormde vooral in de beginjaren een groot probleem. De apparaturen waren primitief en weinig gevoelig. Opnamesystemen werden nog niet gebruikt. Hoe deed men het vroeger dan? We gaan weer eens te raden bij de pioniers van de Nederlandse omroepen en beginnen bij Willem Vocht. Luiden waren toen niet beschikbaar, zoals het nu gaat, dat je naar de discotheek gaat en alle mogelijke geluiden kunt krijgen. Maar als wij een of ander effect moesten hebben, ik neem bijvoorbeeld aan, we moesten eens een blaffende hond hebben. Nou, een blaffende hond konden we op geen andere wijze krijgen dan een echte blaffende hond. En nou had ik een grote herdershond op mijn bovenverdieping. En nu lieten we een man die op onbegrijpelijke wijze, want die hond kwispelde tegen Weitzel en alle mogelijke mensen van het huis. Maar één man kon hij niet zetten. En die lieten we dan de trap opgaan, terwijl hij op de overloop, die hond op de overloop werd geplaatst. En begon dan woef, 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 woef. En dat werd, kwam in de uitzending. Dat moest dan heel goed getimed worden. Want grammofoonplaten waren er in het begin ook nog niet, om dat in te lassen. Nou ja, moest er een rinkelend effect, ik weet wel dat we toen eens een hoorspelletje maakten van P.G. Wodehouse, de bekende Engelse humorist. En dat heette The Adventure of the Kid Clementine. En daarbij moest Wooster, de held van het verhaal, op een oranjerie klimmen, helemaal van glas. Hij moest daar doorheen vallen, zodat een geweldig rinkelend glas gehoord moest worden. Wat in het boek dan genoemd wordt, het was een geluid alsof de Albert Hall Memorial viel in het Crystal Palace. Begrijpt u? Nou, dat moesten we dus nabootsen. Dat was geen geringe opgave. En toen hebben we dan een kist, een geruime tijd van tevoren een kist waarin alle mogelijke scherven van borden, kopjes, schoteltjes en zo verzameld waren. Die werd van de keldertrap gesmeten. En op het moment dat het gebeuren moest natuurlijk, er werd natuurlijk wel wat ingezwelligd, omdat een zekere professionele trots zat er wel in, als je een moeilijk geluid op de een of andere wijze kon nabootsen. Er kwamen zelfs geluidsexperts, mensen die allerlei geluiden konden maken, die kwamen zich aanbieden. En in de tijd dat we toen eigen grammofoonplaten konden maken, konden we die dan opnemen. En over zo'n geluidenexpert kan ons Toon Rammelt nog iets meer vertellen. Ik herinner me nog dat er toen een Amerikaan kwam met een Italiaanse naam, Count Cutelli heette die man. En dat Count Cutelli toen, en daar stonden we allemaal naar te kijken als naar een wondermens, dat hij toen akoestische apparaten ging maken waarmee wij geluidsdecor konden maken. Dat zag er buitengewoon imposant uit, maar het had heel weinig om het lijf. Ik herinner me wel dat hij dus de doodgewone kokosnooddoppen met zeemleren randjes omplakt had, en dat was het hoefgetrappel. En dat leek er ook op, maar dat was helemaal niks bijzonders, want dat bestond al lang bij het grote toneel ook. En ik weet ook dat hij kleine blokjes hout aan draadjes, aan touwtjes geregen, en die in een raam hingen, die liet hij zo op de houten grond komen. En dan leek het inderdaad net, als daar een microfoon op de juiste afstand van geplaatst was, of er een leger aan gemarcheerd kwam. Kort en goed, zulke bijzonder eenvoudige dingen had die man gemaakt. En dat was onze eerste akoestische uitrusting, weet ik wel. Daar waren we buitengewoon tevreden over, en dat is wel het begin geweest. Later is toen het gebruik gekomen om akoestische opnamen te maken.
waar je natuurlijk eerst eens een veel juistere geluidsweergave mee kon bereiken. En ook een veel omvangrijker arsenaal van alle mogelijke en denkbare gedruizen mee kon tot stand brengen. En toen werd dus het akoestisch decor op die wijze gemaakt. Maar in de begintijd inderdaad hebben we allemaal geschutterd met de zonderlingste voorwerpen en toestanden om zelf geluiden te maken. En ook krakende deuren en open en dichtgaande deuren, daar waren wij zo nadrukkelijk op belust. Dat was eigenlijk onzinnig, maar dat ontdekten we pas later. Het is niet zo dat je dus in het gewone leven, tenzij iemand nou weggaat en opzettelijk met in grote boosheid een deur hard achter zich dichtgooit, dan krijgt dat geluid van die deur een functie. Dat betekent wat. Het houdt wat in. Maar in de gewone omstandigheid is het geluid van een open en dichtgaande deur nauwelijks van enige betekenis, van enige functie. En dat ontdek je ook niet in de gewone gang van zaken. Maar wij wilden dat er altijd erg graag in hebben. En later zijn we daar natuurlijk van afgestapt en toen kreeg het veel minder. Want juist dit zogenaamde realisme was eigenlijk heel irreëel, want in werkelijkheid let je daar niet op al die gedruizen. Het maakte het alleen maar rommelig en roesemoesig en vervelend. Geluidsproblemen deden zich natuurlijk legio voor. Alleen de meest sprekende zijn in de herinnering blijven hangen. Zo vertelt bijvoorbeeld Willem van Capelle. Luiden, ja, daar zat je erg mee. En zo herinner ik mij, het was een stuk, de naam weet ik ook niet meer, maar het was een schip. Het was daar in de noordelijke IJzing. En dat raakte beklemd tussen ijsbergen. En dan stond er in het manuscript, je hoort dan van het kruien van het ijs. En tenslotte wordt dat schip tussen twee bergen gekraakt. En daar tussendoor de kreten van de bemanning enzovoort enzovoort. Ik zei, ja, dat kruien van het ijs en dat kraken van dat schip, dat is me toch nogal een opgave. Ik wist op geen stukken naar hoe ik dat zou moeten realiseren. Nou, en dan een paar dagen al lopen te zoeken en wat laatst hebben we dan gevonden dat kruien van het ijs met wat cellofaanpapier zo te bewegen voor de microfoon. En tenslotte werd dan een leeg lucifersdoosje gekraakt en het was dan. En dat vermengd met de kreten van de bemanning en al die dingen meer. Nou, dat was reusachtig geslaagd. Er zijn toen vele brieven opgekomen, maar ik wil maar zeggen, wat moest je vroeger nog zoeken om een bepaald geluid te vinden? Nou, geloof ik ook wel dat we in de begintijd te veel geluiden wilden maken, hoor. Ja. Dat naderhand ben je tot de conclusie gekomen dat alle overdaad schaadt en dat een geluid ook zijn werking mist als het overdadig wordt toegepast. Hè? Neem bijvoorbeeld het café-rumoer. Ja, daar hoor je allerlei stemmen en zo. Wat een dwaasheid. Het is dikwijls wel nagenoeg stil in een café. Dat hoeft toch altijd niet zo luidruchtig te zijn. Want hoe vaak komen niet zakenlieden bij elkaar in een café om daar wat zaken te bespreken? Dat zou ze in zo'n rumoer nooit doen. Er zijn altijd wel stille plekjes. Maar al die overdaad. Hè? Een straatrumoer, dan moest je fietsen horen. Je moest auto's horen rijden. Je moest ik weet niet wat. Daar zijn we zo stukjes aan wel van teruggekomen. Hè? En ook Karel Rijker weet ervan mee te praten. Bijvoorbeeld waterklotsen. Er was een hele grote bak met water gemaakt. Groot, ja, grote bak. Met een rat erin. Zoals een dus. En ik deed in het begin alles, want toen was er geen geluidsman. Dus dan stond ik beneden met een koptelefoon. En dan draaide ik. Maar nu in de winter kropen daar al de muggen in. Dan was het iets waanzinnigs. Dan stikte je van de muggen. Maar, nou ja, maar er waren helemaal geen geluidsplaten. Hè? Absoluut niet. Dus alles werd gemaakt in de studio. En deden alle mensen mee, hè? Want we hadden nooit meer van een circus. En toen lagen we er op de grond, Hattie Beck en ik, met kokosnoten op het kleed te slaan voor de paarden. Dan had Hattie een opleiding in Berlijn gehad, hè, voor toneel. Dus laat ik zo zeggen, heb je ook niet gedroomd in Berlijn dat je dit nog eens moest doen? Ja, er zal toch ook wel veel gelachen zijn in die tijd. Er lezen zich altijd weer nieuwe situaties en ontdekkingen voor. Kommer Klein was bezig met een stuk van professor van Moerkerke over Alfred Nobel, de uitvinder van het dynamiet. En daarbij hebben we ook voor het eerst eigenlijk gebruik gemaakt, zou je kunnen zeggen, wat we eigenlijk nooit het gevoel voor hadden gehad, van een echokelder. Hij had bijvoorbeeld een stuk geschreven over Alfred Nobel.
En er gebeurt een ogenblik een ongeluk met een dynamiet. En het laboratorium vliegt de lucht in. Dus een geweldige explosie. Maar de geraffineerde platen, zoals we die nou kunnen gebruiken, die waren er toen niet. Hè? Dus hoe moesten we dat doen? En de oude Engweg, dat was ook een heel primitieve studio. Maar er was een kelder. Nog een diepe kelder en een grote kelder. Met een trap die naar beneden ging, een lange trap. En toen hebben we het geprobeerd en dat bleek een geweldig effect te zijn. Toen hebben we een stuk of 6, 7 kisten die keldertrap af laten donderen. En dat gevrachtig met die galm van die kelder erbij, dat gaf een prachtig effect. En toen hebben we naderhand, toen hebben we dat was eigenlijk een openbaring voor ons. Toen hebben we bij een tweede hoorspel van Moerenkerken, dat was een hoorspel over Luther. Zo hebben wij dit laten beginnen met de stem van Luther. Hier sta ik kan niet anders, God helpen mij. En die lieten we komen, dat het zo leuk zijn. Die stem laten we komen door de echo, hè? Door de kelder heen. Toen hebben we voor het eerst een echokelder toegepast, die wat ruimte en galm gaf bij deze zin van Luther, hè? Bij de aanvang van het hoorspel. Maar alle andere dingen, Fijn, dat weet je zelf ook wel, die moesten we zelf maar verzinnen als we geluiden moesten hebben. Dus behalve dat iemand, en we hadden geen inspiciënt, dus behalve dat iemand zijn rol te spelen had voor de microfoon, moest hij ook nog dienst doen om mee te helpen de geluiden te produceren. Mm-hmm. Nou, wij hadden er ook al dan het voorbeeld van het toneel, Fijn, je weet het wel, voor een onweer gebruikten wij een zinken plaat die er hing, die heen en weer schudt. Voor regen gebruikten we een kistje met erwten en die we door heen en weer lieten schommelen. Voor wind hadden we een windmachine waar we nog wel eens een onprettige ervaring mee hebben gehad. Doordat de scharnieren of de dingen niet gesmeerd was, waardoor die weer piepte en dat die wind gaf. Hè? En ja, wat hadden we nog meer? Een trein, een trommel met, ik weet niet hoe het heet, met zo'n, zoals we nu ook wel gebruiken bij ritmische muziek, hè? Die je zo... Kogeltjes erin. Huh? Met kogeltjes erin. Ja, ook, nee, geen kogeltjes erin, maar die over dat trommelvlies gaan, hè? En watergekabbel, dat werd gedaan met een emmer water met een stukje hout erin, hè? En dat moest een acteur, die moest er maar even gebukt bij gaan staan om dat te gaan doen, hè? Paardengetrappel, nou ja, ook weer van het toneel afgenomen, een paar lege kokosschalen, halve schalen. En je strok je niks aan of het harde grond was of zachte grond was. Je deed het maar op een muur, hè. Maar de mensen accepteerden het toen, hè. En er gebeurde ook wel eens ongelukken. Als je een verhaaltje wil hebben, bijvoorbeeld, ik deed zelf veel aan de geluiden. Ik weet wel, voor de oorlog Vlaanderen, dus dat was er in 38. Maar toen hadden we nog geen platen voor geluiden. Moest een deur ingetrapt worden. En ik stond, was tegen het eind van het stuk, en we hadden een kist ervoor. En ik volg gespannen met de tekst in de studio de loop van de handeling. En toen het moment komt, dan neem ik een grote sprong boven op die kist. Bang! Het effect was geweldig. Maar het deksel, dat bleef, de spijker was door mijn voetzool heen gedrongen, bleef op mijn voet hangen. De mensen hebben zich beheerst, en het gelukkig was het eind van het stuk. En hetzelfde hadden wij met Charlie Chan, dat was een detective serietje. Daar was ik zo nummer 1 in en moest water brengen bij Charlie Chan. En moest dan zeggen, Charlie Chan, zoon nummer 1, brengt u hier het waswater. En het woord water kwam er niet uit, want ik glipte, dat we hadden toen nog een gummivloer uit en viel met het waterbakje en het water lang uit over de vloer heen. Hè? Tot grote hilariteit van de mensen, maar natuurlijk, het was het live uitzending, dat werd beheerst. Maar dat zijn dingen die toen konden gebeuren, omdat je zelf al die dingen moest doen. Hè? En gevraagd naar mogelijk heel gekke herinneringen, komt er nog een mooi verhaal. Ik weet wat wij eens een stuk speelden waarin we Eskimo gezang moesten hebben. En dat was er niet. Dus wij hebben wat gedaan, en dat was met Magda Janssens, Constant van Kerkhoven, Nico de Jong, Elias van Praag en mijn persoontje. En toen denk ik, nou weet je wat we doen jongens? We hebben even gerepeteerd, want we konden het niet opnemen. Dat werd dan, kijken of dat iets is. Dus ik stond bij de vleugel en ging met mijn handen op de vleugel trommelen. En wij deden niks anders dan... Enzovoorts. Hè. Nou, we kregen nader een brief hoe we aan die prachtige en juiste geluiden waren gekomen. Dus je moest zelf maar iets verzinnen. Maar in ieder geval, al was het niet goed, het gaf de sfeer aan.
En ik vind ook bijvoorbeeld, zoals we vroeger het wel deden, als je bijvoorbeeld een schreeuwende volksmassa hebt, ja, die wel 5 minuten onder een scène staat, dan ben ik ervoor om dat in het begin even aan te geven en de rest of heel zwak erachter te houden of eigenlijk totaal weg te laten en aan het slot misschien nog even te laten opkomen. Hè? Maar niet om het constant eronder te houden. Hè? Aangeven dat men even weet dat is er aan de hand, hè? Maar dan verminderen of weglaten. Ga je zelf na, als je in de trein zit, als je pas weglaat, dan hoor je hem. Maar je gaat zitten lezen of je komt een gesprek, dan hoor je die trein niet meer. Dus waarom moeten wij hem altijd maar laten horen? Nee, dat vind ik helemaal niet nodig. Ik heb dat voor het eerst gehoord, dat ze het zo deden, bij de BBC. Hè? Toen hoorde ik hier een Engels hoorspel, en toen denk ik, verrek, ik hoor niks meer. Hè? En dat deed me in het begin heel vreemd aan. En dan dacht ik, god, ze hebben eigenlijk gelijk. Dan gaven ze in het begin, waar het nodig was, gaven ze het aan, en dan werd het weggelaten. Verder. En wat is zijn standpunt ten aanzien van het vervangen van geluid door muziek? Ja, daar ben ik een erg voorstander van. Ik heb wel eens een gesprek over gehad met een journalist. Die vond het, zegt, laat die muziek toch in godsnaam weg. Hè? Maar ik vind, als de muziek goed gekozen is, dat het ook een stimulans is. En dat het een sfeer verrijkend is, als het ware. Ik, om een voorbeeld te noemen, als ik nou, wat we vroeger eens uitgezonden hebben, een serie van Desiree, die roman. Hè? Mm-hmm. En dan hadden we uitstekende muziek bij van Mulet. Wat was het ook weer? Nou ja, ik weet het niet meer. Maar dat vond ik onmisbaar eigenlijk. Dat vond ik eigenlijk een er eigenlijk aan vastzitten. Ik vond het een geheel met het stuk. Dat was een bijzondere, gelukkige greep geweest om die muziek te nemen. En er werd bijvoorbeeld in winkels geadverteerd. Hier hoort u de muziek van Desiree. Ja. Huh? Tuschinski, daar stond hier, wij spelen de muziek van Desiree. Ja. Huh? Dus als het, maar het moet verantwoord zijn en de muziek moet werkelijk een functie hebben in het stuk. Huh? Daarom is de keuze van de muziek zo belangrijk. Ja. Huh? Het hangt helemaal af van de karakter van de scène en van het stuk, dat je zegt, nee, ik gebruik hier geen muziek, ik hou hier even een stilte. Ja. Huh? En het kan ook zijn dat ik zeg, nee, die stilte, die maakt het even kapot, die verbreekt het. Ja. Ik wil hebben dat het doorgaat en in die muziek, dat die het overneemt. Huh? Vroeger, en nu hebben we het dus over voor de oorlog, moesten dus alle geluiden zelf gemaakt worden. Men gebruikte daarvoor, zoals u hoorde, allerlei attributen. Kokosnoten, losse deuren, trappen, stellages, eenvoudige windmachines. De grote attractie voor elk studiobezoek. Een bak of bad met water, gebruiken we nu nog, enzovoorts. Een paar jaar voor de oorlog werd het toen op bescheiden schaal mogelijk geluiden op platen vast te leggen. Met behulp van een reportagewagen bijvoorbeeld. Bij moeilijk bereikbare objecten werkte men zelfs al met een kleine zender op een boot die het op te nemen boegwatergeluid naar de wal uitzond waar het werd opgenomen. Er zijn in die tijd heel wat platen gemaakt, maar tal van objecten bleven toch buiten het bereik van de techniek. Pas toen na de oorlog de geluidsband, de magnetofoon, ter beschikking kwam, werden de mogelijkheden bijna onbegrensd. Er werden voor die tijd ook wel opnamen gemaakt bij rechtstreekse uitzendingen vanuit bijvoorbeeld een stadion, omdat de reacties van het publiek later dan in een hoorspel gebruikt konden worden. En zo maakte iedere omroep dan zijn eigen archief, je. Die werden echter later samengevoegd tot één groot archief voor gezamenlijk gebruik. Er werden zogenaamde moederbanden van alle geluiden gemaakt, banden die dus niet in de uitzending werden gebruikt, maar waarvan men een onbeperkt aantal kopieën kon maken op platen. Een speciale technicus werd er gestationeerd die er een fulltime job aan kreeg. Deze man ging er ook op uit met zijn apparatuur om oude opnamen opnieuw te maken of de sortering aan te vullen, en dat doet hij nog. De grammofoonmaatschappijen brachten ook tal van geluidsplaten in de handel. En zo werd het archief enorm uitgebreid. En toch is er nog vaak genoeg net niet dat aanwezig waar je naar zoekt. En hoe kan het ook anders? Hebt u er wel eens aan gedacht hoeveel variaties op één geluid mogelijk zijn? Neem dan bijvoorbeeld het treingeluid. Doodgewone trein. Er zijn stoomtreinen, dieseltreinen, elektrische treinen, lokaaltreinen, internationale treinen, goederentreinen. Die hebben heel eigen karakteristieke geluiden. En van deze serie heb je dan weer twee mogelijkheden voor opname. De microfoon in de trein en buiten de trein. Dat zijn dus al 12 series waarvan je zou moeten beschikken over de volgende effecten. Het langzaam, gematigd of snel optrekken. Het langzaam, gematigd of snel rijden. Het rijden over wissels,
langs overwegpingels, over een ijzeren brug, onder een stenen viaduct door met geluidweerkaatsende wanden, of in het open veld, passeren van een overdekt station, vaart minderen, sterker afremmen, noodrem, binnenrijden in een station, lange of korte uitloop, rangeren, partieren, schuifdeuren, automatische deuren, enzovoort. Dat zijn er al ruim 200 effectenvariaties die je kunt krijgen als je vraagt, zeg, kun je mij even wat treingeluid sturen? En dat is dan nog maar één van de ontelbare hoofdstukken uit het geluidenregister van het archief. Je kunt er echt wel wat mee doen, al is het dan niet alles. Altijd staat men nog voor problemen waar wel even over gedokterd moet worden. Want ook niet alle geluiden die in de realiteit zijn opgenomen zijn als zodanig herkenbaar. Dat is heel merkwaardig. Een haardvuur met lekker knappend hout lijkt nergens op als je het via de microfoon hoort. Even met het afbranden van een huis, enzovoorts. Nu hebben we het al verschillende keren gehad over het realistische geluid. Dat wil dus zeggen, gezien het voorgaande, het geluid dat de realiteit suggereert. Er zijn, afgezien van de geluidshoorspelen uit de begintijd, toch altijd nog veel spelen die om realistisch geluid vragen. Een blaffende hond kun je nu eenmaal moeilijk styleren, auto's of treinen evenmin. Dat geluid nu heeft op verschillende manieren toepassing gevonden. Ten eerste als zelfstandig geluid met een dramatische functie. Bijvoorbeeld dan die trein. In het hoorspel Hoogspanning, waarin twee monteurs en een leerling met hun dode makker over het spooremplacement zeulen en ineens plat op de spoorbaan moeten gaan liggen om niet door een naderende trein te worden opgemerkt. Plat blijven liggen. Hij komt eraan. Atanasi. Hij komt werkelijk hierheen. Ik zie het. Hij zal toch niet over dit spoor rijden? Laten we hopen van niet. Hoezo hopen? Als het de trein van 9:15 is, dan moet hij over wissel 24 gaan. En achter deze wagons langs rijden. En als het een andere trein is? Kijk uit. Daar komt hij. Is de wissel 24 gepasseerd? Dan is het de trein van 9:15, hè? Ten tweede als reële plaatsbepaling. Dus waar zijn we? Zoals in het hoorspel Vliegtuig op Hol, waarin een vrouw alleen in een sportvliegtuig rondcirkelt, terwijl het grondstation moeite doet contact met haar te krijgen. Janet, hallo Janet. Pak die microfoon met je linkerhand. Het stuur hoef je niet met twee handen vast te houden, dat doe je met je rechterhand. Dat durf ik niet, dan val ik naar beneden. Janet, dit is dood eenvoudig. Ik ken dat toestel van Dick, ik vlieg er zelf mee. Die microfoon zit voor het grijpen. Pak hem, druk op de knop en praat. Maar als ik mijn vingers loslaat, dan gaat de ene vleugel naar beneden en de andere... Nee, Janet, niet. Link bij de voorruit, daar zit hij. Dat zie ik ook wel. Pak hem nou. Ik ben zo bang. Er gebeurt heus niks. Op jouw verantwoording dan, dokter. Maar als ik... Janet, hallo. Hallo, Janet. Ik moet met je spreken. Pak nou die microfoon en druk op de knop. Oh ja, die knop. Hallo? Ten derde als sfeerbepalende factor. Zoals de nachtegaal in een romantische scène. Waar luister je naar, lieve? Sst. Een nachtegaal. Daar, in de boom. Nee. Ga niet in het raam staan. Je zou hem misschien ontschrikken maken. Verrukkelijk is dat. Gelukkig zijn er soms dingen waar je oren mee kunt strelen. Het zingen van de golven. De wind die huilt. Het water dat lacht. De vogel die zingt. Wat ben jij romantisch, vrouwtje. En dan de geluiden die twee of alle drie van deze functies tegelijk hebben. Veel later kwam men pas tot de toepassing van het irreële geluid, waaronder we de geluidsvervormingen mogen rekenen en de elektronische klanken. Hier bijvoorbeeld een hypnosescène uit De Sprong in het Heelal. Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Lieve hemel, net doet die radio het niet meer.
Wat is dat? Dat geluid? Heb je weer hetzelfde geluid van... Hallo, Jeff. Hallo, Jeff. Hallo, Jimmy. Wat is er? Ja, Jeff. Oh ja, het is er weer. Jimmy! Jimmy! Hoor je me? Jimmy! Kon ik maar even gaan slapen? Ik voel me zo moe. Jimmy! Antwoord, Jimmy! Jimmy! Maar gauw nou op, Jeff. Hoe kan iemand nou slapen met dat geschreeuw aan zijn kop? Jimmy, je mag niet slapen, versta je? Natuurlijk mag je gaan slapen. Jawel. Hey, wie was dat nou eigenlijk? Wie is wie? Hè? Oh, iemand zei dat ik mocht gaan slapen. Ik heb niemand gehoord. Wees flink, Jimmy, en blijf wakker. Hij is veel te moe. Ga maar liggen, Jimmy. Dan voel je je veel beter. Ja. Ja, dat wilde ik ook gaan doen. Ik ga nou liggen. Hallo. Hallo, Jimmy. Hij is beslist in slaap gevallen, dokter. Hij antwoordt niet meer. We moeten naar hem toe. Welke richting uit? Daar komt het niet op aan, Mitch. De afstanden zijn ongeveer gelijk. Laten we dan in dezelfde richting doorgaan. Kom, en laat hem voortdurend oproepen. Dat houdt hem misschien wakker. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. Hey. Hallo, Jimmy. Hallo, Jimmy. We hebben zo toch wel een inzicht gekregen in hoe het hoorspel ontstond en zich ontwikkelde tot een kunstvorm die tallozen heeft geboeid en nog boeit. Welke toekomst zal het tegemoet gaan? Zal het zich kunnen handhaven tegenover de televisie? Het is moeilijk om voorspellingen te doen. Het ontspanningshoorspel zal vermoedelijk verdrongen worden door de tv, omdat het gegeven van dat soort spelen ook via dat medium kan worden gerealiseerd. Bij de radio zal de weg waarschijnlijk open blijven om zich geheel aan het zuivere hoorspel te wijden, dat niet door een ander medium kan worden gebracht. Voor het literaire hoorspel in het bijzonder liggen hier grote kansen. In vergelijking met andere kunstuitingen mogen wij waarschijnlijk wel veronderstellen dat het echte hoorspel niet zal verdwijnen. Is de schilderkunst bijvoorbeeld verdrongen door de fotografie? Is het toneel verdwenen toen de film kwam? Zolang er een aparte kunstvorm bestaat, zullen er altijd beoefenaars blijven, evenals bewonderaars. En met dit perspectief voor ogen zien wij dankbaar terug op het werk dat door tal van pioniers is verricht, omdat we erop kunnen voortbouwen. Want het hoorspel is nog steeds in ontwikkeling, steunend op de verworvenheden die wij hebben trachten te preciseren in deze reeks documentaires over de geschiedenis van het hoorspel. Dit was dus het einde, luisteraar.